Het jaar 2021 is voor Gele Zonwering in Sittard een belangrijk jaar. Ze bestaan namelijk maar liefst 40 jaar dit jaar. Gaston Gele, huidig eigenaar, gaan we maar liefst 3 volle dagen volgen. We krijgen een uniek kijkje en kijken mee over zijn schouder in hun bedrijf. We praten met de ouders, we gaan langs bij projecten en we krijgen ook een persoonlijke kant te zien. Het verleden, het heden en de toekomst komen aan bod in deze 3 afleveringen. Ik heb met hem afgesproken in hun vernieuwde showroom. Ja. Dit is de showroom dan, hè? Is dit het hart van de zaak, hè? Dit is het hart van de zaak, ja. Hier komen de mensen, kunnen de producten zien. En ja. In het rechtergedeelte is dan de buitenzonwering. Hier het stuk binnenzonwering, achter dan de garagepoorten. En buiten hebben we het hele buitenleven verhaal. Dus de overkappingen, de glaswanden, lamellendaken, dat soort producten. En dat is pas recentelijk een beetje aangepast eigenlijk, hè? Ja, het was hier echt een opstapeling van alle producten. Weinig ruimte om erheen te lopen en we hebben ervoor gekozen van ja, je hoeft niet alles te laten zien. Het moet wel een beleving zijn, een gezelligheid zijn. Dus we hebben deze tafel hebben we erbij geplaatst waar mensen aan kunnen zitten. Mooi leuk hoekje erbij, dus we hebben het wat ruimtelijker, wat gezelliger gemaakt inderdaad. Ja. Op instapeling van producten, want ja, we volgen hier de komende dagen ook niet zomaar, maar met een reden. Die bestaan al 40 jaar. Ja, klopt inderdaad. Ja. Een speciaal jaar dus. Ja, heel speciaal jaar. Ja. Een jaar ook waarin jij de zaak hebt mogen overnemen. Ja, nou dat is al een jaar eerder gebeurd. Maar ja, dat is natuurlijk wel een geluk dat je dan eens een jubileumjaar je tweede jaar draait. Ja. Aangezien dan ja, je toch nog een stukje extra in de spotlight komt met je bedrijf. Ben je nu volledig zelf of nog deels Nee, met mijn zus. Ja? Mijn zus die is ook 50% aandeelhouder. We zijn met z'n tweeën die de zaak runnen. En dan hebben we nog een operationeel directeur erbij, Glenn. En die runt zeg maar het hele uitvoeringsgedeelte. Dat zit in het gebouw hiernaast. Dus daar kunnen we dadelijk ook nog even kijken. Ja. Nou ja, als we je 3 dagen gaan volgen, hebben we nog genoeg tijd om je alle producten van anno 2021 te zien. Genoeg tijd om over de toekomst te hebben. Maar misschien eerst even de geschiedenis induiken en bij je ouders langs gaan. Zullen we gaan? Gaan we aan beginnen. Ja. Gaston neemt ons mee naar Susteren, het dorp waar hij met zijn familie is opgegroeid. Hij vertelt ons daar meer over zijn jeugdjaren. In Susteren, dit is dan het huis waar je bent opgegroeid? Hier heb ik mijn hele jeugd doorgebracht. Ja. Daar heb ik gespeeld. Hè. Daar kwamen nooit auto's. Ja. En als je onder het torentje doorging, dan had je een skatebaantje. En daar deed ik altijd skaten. Dus dat was echt mijn hobby. Skaten, funpark, halfpipe, noem het maar op, met vriendjes. Hier net onder dat tunneltje. Okay, ja. En ouders hebben eigenlijk altijd hier gewoond dan? Volgens mij toen ik geboren werd is het nog op de Salvaterstraat bij de kerk geweest. Ja. Maar meteen daarna hier naartoe verhuisd. Dus ik kan me ook dat huis niet meer herinneren. Nee. En jij hebt hier tot je tot mijn 18e, ja. Op mijn 18e, ik wou eigenlijk al snel weg. Mijn vader en mijn moeder waren best bekend in het dorp. Hè. Waren voorzitter van de handbalclub, hoofdsponsor van de voetbalclub, bij de Raad van 11, prins geweest, noem het maar op. En ik hield niet ervan dat iedereen mij kon, hè, als zoontje van Gerrinetti. Ja. Dus ik heb altijd al mijn hele jeugd gezegd, als ik de kans krijg, dan wil ik naar de grote stad. En toen ik 18 was en ik kon gaan studeren, toen ben ik naar Tilburg verhuisd. Daar heb ik op kamers gezeten. En vanuit Tilburg naar Spanje verhuisd. Ja. Dus toen je het huis kon ontvluchten, heb je dat hebt ook gedaan eigenlijk? Ja. Ik wou gewoon ergens zijn waar mensen mij niet konden. Ja, ja. En dat ik gewoon kon laten zien dat ik het zelf kon maken. En niet de verwende zoon van de ondernemer en zuster te zijn. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik vertrok. Ja. Verwachten ze ons? Ze verwachten ons, ja. Daar gaan we eens kijken naar binnen. In de prachtige tuin ontvangen vader Ger en moeder Nettie Gele ons gastvrij. Ze vertellen vol passie hoe het nu eigenlijk allemaal begonnen was zo'n 40 jaar geleden. Nou, dat is tot stand gekomen. Wij hebben 2 jaar in Saudi-Arabië samengewerkt. Ja. Oké. Okay. Voor een andere boer van ons. En Gele, en die had het bedrijf NIBM. Ja. Wolkraan en Heftruit. En daar heb ik 11 jaar voor gewerkt. Laatste 2 jaar dan in het Midden-Oosten. En toen we terugkwamen, wouden we komen. Toen hadden we een verwachting van onze dochter.
van de dochter. Toen wilden we iets gaan doen. We hadden daar nog wel wat gespaard. Ja. Want dan kon je ook niks uitgeven in Saudi-Arabië. Nee. Daar kon je alleen maar sparen aan... aan veel geld verdienen. En goed geld verdienen. Ja. Ja, en toen hebben we wat zullen we gaan doen? En toen hadden we een ander broer, John Gele. En die deed na de tijd, en had hij een bedrijfje, na zijn normale werk had hij een bedrijfje in zonwering. Dus dat was jaloezieën en wat ook geluk en dergelijke. Okay. Het was echt een iemands bedrijfje na de tijd. Nou, toen hebben we met hem aan de tafel gezeten. En hebben we gezegd, kunnen we daar niet samen iets van maken? Kunnen we daar niet een... iets groters van maken? Ja, ja, dat we samen dat bedrijf opzetten. En dat vond hij goed na een aantal gesprekken, natuurlijk. Ja, met de dames erbij. Want de dames werden ook meteen betrokken. Het was niet alleen de broers. Nee. En dat liep meteen vanaf dag 1, liep dat meteen goed? Of... Ja, John was een technische man. Technische man, een praktijkman. Ja. En we assembleerden zelf de rolluiken en de zonwering. En ik had er geen verstand van, dus het enige wat ik moest doen is verkopen. Dus ik stond 3 dagen in de week op braderieën en weekmarktje. Ja. Nou, dat hebben we altijd blijven doen, braderieën en weekmarkt. Ja. En we stonden 3 dagen per week en dan schreef ik adressen op. Dan lag ik met mijn kleurenstaaltjes. Lagen we daar. Dan schreef ik adressen op en die adressen ging die andere 3 dagen. Gingen we die aan huis verkopen. Ja, je komt er niet alleen maar. Braderieën? Ja, ik doe het eigenlijk bijna niet meer. Alleen de Sint-Joepmarkt, omdat we uit Sittard komen. Daar sta ik nog. En ik heb vroeger altijd geleerd, als je ergens in een dorp woont, dan moet je ook iets teruggeven aan het dorp. Ja. Dus ik sta in Mosbrach, waar ik dan zelf woon, sta ik ook elk jaar op de markt, de voorjaarsmarkt. En dat zijn eigenlijk de enige 2 braderieën waar ik sta. En voor de rest doe ik het eigenlijk niet meer. Nee. Maar je vindt het wel leuk? Ik vind het wel leuk, maar ik denk dat op dit moment, hè, met alle social media en alle nieuwe technieken voor je te promoten, dat braderieën niet meer zo goed werken. Nee. Het werkt wel, maar niet zo goed als toen bijvoorbeeld... Toen was het contactmoment. Ja, dat was alles voor Eva, toen de beurzen. En ja, dat schreef je schreef daar 10, 20, 30 adressen per dag. Ja. Dus dat was echt, dat was vroeger, dat was ook de enigste plaats waar je adressen, waar mensen zijn. Ja. En waar gekeken wordt naar adressen. En dat is helemaal overgenomen door social media. En toen zijn jullie altijd met 2 broers het eigenlijk blijven verder uit. Ja, ongeveer 10 jaar zijn we samen gebleven. Mm-hmm. En toen hebben we ons gesplitst. Toen is John met zijn zoon Marcel Gele het bedrijf GB Products. Was dat een gele binnenzonwering product? Ja. Gestart. Dat is alle binnenzonwering producten. En dat is nu, heet het bedrijf Top Point. Ja. Met binnenzonwering, gordijnen, horen. En wij zijn met gele zonwering verder gegaan. Okay. Dus mevrouw en ik. Okay. En dus we hebben ons 20 jaar geleden gesplitst, zal ik maar zeggen. Kantoor ligt nu in Sittard, maar die heeft niet altijd in Sittard gelegen. Hè? Nee. We zijn gestart omdat mijn broer in Echt woonde en nog woont in mijn schoonzoon. Ze hebben gestart in Echt. Ze hebben gestart, daar was hij al bezig. Toen zijn we naar Born gegaan en 30 jaar geleden, 25 jaar, hebben we een Sittard gebouwd. En de huiskleur, herkenbaar, oranje. Ja. Ja. Hoe is die erin gekomen? De huiskleur is, toen wij op ons eigen begonnen, John en ik, dan moest je een auto hebben. En NIBM had allemaal oranje busjes. Van Zwaans toen dat heet. Van Zwaans naar NIBM, dat was allemaal oranje busjes. Dus wij hadden natuurlijk niet veel te besteden, geen geld. Dus we gingen naar mijn broer en dan zei ik van, god, heb jij niet een busje voor ons? En die had er een hele hoop. Dus dan kregen we weer een busje. Eerste busje, tweede busje, derde busje. En dus is die kleur blijven bestaan. Oké, dus eigenlijk dat is door eigenlijk, het busje. Ja, Toyota oranje. Toyota had vroeger een oranje kleur, speciale oranje kleur. En deze kleur is nog altijd de Toyota oranje kleur. Het ondernemen, dat kwam ook niet van een vreemde. Volgens mij zat het ondernemen ook al een generatie eerder in de familie. Hè? Zijn moeder, ja. Was er nog een echte ondernemende vrouw? Het was een echte zakenvrouw, zijn moeder. Wat deed zij voor zaken? Als ik mag Wij hadden een atelier thuis.
En met een aantal coupeuses en eentje die kostuums maakte. Ja. Schneider zag de veervluggen. Ja. En we hadden dus naast het huis hadden wij een heel groot atelier. Met personeel. Met personeel. Ja. En mijn moeder was daar. Ja, dat was van haar. In die tijd was dat heel apart. Ja, ja. Ja. Waarom denkt u nu, en niet zozeer een commercieel praatje, maar ja, wat heeft het gemaakt dat Gele al 40 jaar bestaat en ja, nog, uiteraard nog jaren toekomst heeft? Hè? Wat zijn dan die fundamenten dat het... Er zijn genoeg bedrijven die na 15 jaar stoppen, over de kop gaan. Maar dat Gaston als zoon en de dochter nu zo'n basis meekrijgen om verder uit te bouwen. Wat is het eerste wat in jullie opkomt, wat dat dan heeft gemaakt? Ja, je moet eigenlijk gewoon hard blijven werken. Vertrouwen. Eerlijkheid, vertrouwen. Ja. Ik heb nog nooit voor een rechtbank gestaan. Nee. Ik wil maar zeggen, als er een klacht is en die zullen er best geweest zijn, ja, dan los je ze op. Ja. En wat hoe, bedoel je. Maar ja, ik denk dat in het totaal het vertrouwen, het eerlijke, denk ik dat een basis moet zijn. Kwaliteit leveren, maar als er een fout gemaakt wordt, dan kijk hoe lossen we het op. We komen dadelijk nog even terug bij Ger en Nettie. Maar eerder op de dag stelde Gaston ons voor aan Glenn Koert. Sinds enige tijd de operationeel directeur van Gele Zonwering. Hoe heb jij dat gevoeld, Glenn, in het begin om hier binnen te komen? Merkte je van, dat zijn ze niet gewend? Ja, of? Natuurlijk. Het was natuurlijk even wennen. Het is een stukje vertrouwen wat bij mij is neergelegd. Een stukje vertrouwen dat ik ook moest verdienen natuurlijk. En ik kom 18 jaar uit de grote aannemerij en dan ga je eens echt in een familiebedrijf werken. Dus dat was wel even aftasten in het begin. Ja. Hè? Even proberen om te kijken dat je de oude dingen respecteert, maar ook zorgt dat er weer nieuwe dingen verbeteren, zeg maar, op een goede manier. Ja. En hoe gaat die samenwerking dan? Want jij zegt, ja, technisch ken ik niet alles tot in de details, wil ik ook niet kennen. Mm-hmm. Dus daar vul je elkaar op aan dan? Jij komt met een commercieel plan of met een opdracht of potentiële offerte en dan ga je die samen overleggen? Ja, eigenlijk laten we ons vrij veel met rust ook. Hè. Hij heeft zijn eigen gebouw waar de uitvoering zit. Ik heb mijn gebouw hiernaast waar commercie en algemeen zit. En eigenlijk doen we ons eigen ding met een lichte overlapping. Wat zijn een paar dingen sinds dat jij hier bent, dat je zegt, nou daar of daar zijn we mee aan de slag gegaan? Ja, kijk, belangrijk ding ten opzichte van, hè, ik heb ervaring in de bouw, daar maak je een heel groot bouwwerk en daar begin je en daar kan je gedurende het bouwproces kan je nog bijsturen. Een significant verschil hier is dat we heel veel klussen doen met een hele korte periode. Dus als iets anders is dan gedacht, dan loopt meteen dat projectje niet. En dat is een belangrijk ding om bij te sturen. Hè? En daarvoor hebben we eigenlijk ons hele proces gedigitaliseerd. Okay. Vanaf de verkoop tot aan de uitvoering en nazorg. Dat je niet meer met bonnetjes werkt en er moet nog iets. En je ziet het eigenlijk aan het magazijn. Het is allemaal gestructureerd op ordernummers. Dat staat allemaal in ons digitaal systeem. Het is gekoppeld van verkoop, magazijn, leveringen. De monteurs hebben een tablet. Daar zien ze altijd het dossier. En de planning kan altijd schakelen, dus die is gekoppeld aan onze digitale planning. En zo kunnen we eigenlijk alles opvolgen en real-time volgen. Ja. Ik weet, je zegt me wel vaker, kwaliteit is enorm belangrijk. Dat is de basis van ons bestaansrecht eigenlijk. Ja. Daarvoor hebben jullie ook iets opgericht van de Gele Academy. Ja, ik denk dat kwaliteit, kijk, materialen, met alle respect, daar kunnen meerdere bedrijven aankomen, maar je kwaliteit zit in de mensen. En daar zijn we wel heel erg sterk op gericht. Ik denk ook dat wij als tweede generatie ook de touwtjes wat losser laten. Hè? Laten mensen zelf maar met ideeën komen en zelf hun invulling geven. En Glenn heeft een tijd geleden de Gele Academy opgericht. Ja, waarbij jong talent komt en die echt worden opgeleid tot volwaardig monteur. En dan zie je ook dat als ik kijk naar andere onderaannemers of andere zonweringsbedrijven, dat we eigenlijk de enige zijn die toch wel veel mensen, veel jongeren aantrekt om hier te komen werken. Ja. Hè, wij zijn juist aan het groeien in personeel in de buitendienst, technisch personeel, terwijl andere bedrijven daar het grootste probleem liggen. Ja. Ja, dat zegt toch wel iets over hoe wij nu op dit moment omgaan met het bedrijf. Het staat al best goed vol, parkeerplaats staat vol hier. En zo groot, al deze oppervlakte hebben jullie niet altijd al die 40 jaar gehad. Nee, we zijn... Sowieso niet al die 40 jaar hier gezeten. Nee. Maar sinds dat jullie hier zaten, is het ook al... Ja, dit was eigenlijk een drukkerij waar we nu staan. We hadden alleen het pand hiernaast. Op een gegeven moment door de groei
hebben wij de drukkerij ook overgenomen. Dat is exact een kopie van ons pand geweest. Dus we zijn dubbel zo groot geworden. En nu merk je aan parkeergelegenheid, aan kantoren die bezet worden, dat we hier eigenlijk ook weer te groot voor worden. Ja. Dus nu moeten we al langzaam gaan kijken om nieuwe parkeergelegenheid bij te bouwen. Of zelfs een nieuw gebouw, nieuwe kantoren. Terug naar de tuin in Susteren, waar ik aan Ger en Nettie Gele vraag of ze altijd al hadden verwacht dat hun beide kinderen in de zaak zouden komen. Nou, Janice... Janice wel. Janice is, ja, is altijd... ja, Gele en... altijd in de zaak als klein en noem maar. Gaston was een ander verhaal. Gaston was een ander verhaal. Gaston is op zijn 17e begonnen met opeens. Uit de lucht had hij zelf gesolliciteerd. Hij wist er nergens vanaf. Propperen in Mallorca. Ik had er nog nooit van gehoord. En ja, daar heeft hij eigenlijk een heel ander wending gegeven aan zijn voorkomen en aan zijn leven. Ja. En dat heeft hij jaren gedaan naast de school. Toen en daarna is hij naar Barcelona. Naar Barcelona geweest, ja. Is hij daar naar de universiteit gegaan en toen begon hij daar het groter te doen. Hè? Ging je disco's en zo, ging je afhuren en zo. Want dan moet je universiteit voor gehad hebben. Ja, heel belangrijk. Dus hij zat op de universiteit. Maar toch. En daarnaast had hij... Dus daar gingen we ook een paar keer kijken. Gingen we ook stiekem kijken. Maar dat is dan toch wel het stukje ondernemende al. Ja, absoluut. Ja, anders dan nog dan een familiebedrijf, maar wel al van jongs af aan. Jawel, hij was hier, was hij gewoon, ja, hij is de jongste. Hij was hier gewoon het verwende kereltje. Dat is gewoon zo. En dat zegt hij ook altijd. Met het propperen, zegt hij, heb ik heel veel geleerd. Ja, want je moet toch... Ja. Mensen naar binnen halen en overtuigen. Dat is ook sales eigenlijk. Ja, zeker sales, ja. Dat is koude acquisitie. Dat is koude acquisitie. Ja. Ja. En als ik hem in Barcelona, dus even een paar keer ging kijken, en liep hij zijn zwembroek, dan liet hij dan ook de stranden, had hij studenten bij. Had je veel personeel, hè? Ja, had hij heel veel personeel. En die liepen allemaal op de stranden, die kaartjes verkopen en weet het. En Belg personeel, ja, hij deed daar zo'n complete disco afhuren. Ja. Super. Ja, daar heb ik Gaston gebeld en heb ik gezegd, god, we hebben een vakantiewonentje in Spanje. Kom eens even naar Spanje en dan wil ik eens heel even met je praten. Nou, toen is hij van Barcelona naar ons gekomen. Gereden. En toen heb ik hem eigenlijk eens uitgelegd wat Pama deed, met cijfers en zoiets. En ik zei, kijk Gaston, dit doen we, dit zijn de resultaten, dit is dit. En je zus wil het niet alleen. Ja. Ja, ik geef je 14 dagen de tijd om erover na te denken. Ja. Om in de zaak te komen. Ik zeg, en dan moet je zelf beslissen. Doe je het niet, moet een overleg met je niet, gaan we wat anders verzinnen. Ja. Ik zeg, even goede vrienden, doe je het wel, ja, dan gaan jullie met z'n tweeën. Nou, en 14 dagen daarna is hij teruggekomen en toen zegt hij, nou pap, ik wil graag in de zaak. Heeft hij Barcelona snel afgehandeld. Wat heeft hij die knop zo snel doen omzetten dan op 14 dagen? Nou, het was iets langer dan 14 dagen, want het was op mijn verjaardag. En ik moest voor het einde van het jaar moest ik de beslissing nemen. Dus het was een anderhalve maand ongeveer. Ja. En dan ga je nadenken. En... ik weet nog, ik had toen een relatie met een meid daar. En die zei letterlijk, die zegt, Gaston, niemand krijgt ooit spijt van de dingen die doet, die hij niet doet. Je krijgt alleen maar spijt die je doet. Je krijgt alleen maar spijt van de dingen die je niet doet. Dus doe het nou maar. En als het je niet bevalt, ben je nog altijd terug. Kan je nog altijd stoppen. Dus dat was reden 1. Hè, wat me echt trok van, ja, als ik dit niet doe en de zaak wordt verkocht of wat dan ook. Krijg je er misschien later spijt van, dus je moet het op zijn minst proberen. Dus dat was reden 1. En reden 2 is, ja, het is best een heftige wereld. Het nachtleven Barcelona is best een heftige wereld. En ik kon dat nog wel tot mijn 40ste doen waarschijnlijk. Maar ik heb geen zin om als man van 60 nog in die clubs te hangen. Dus dat was ook een reden voor mij van, ja, wil je de rest van je leven het nachtleven in? Terwijl ik het op dat moment eigenlijk nog leuk vond. Of moet je aan je toekomst gaan denken en een serieuze... Ja, daar toch voor gaan, een serieus bedrijf.
Dus dat waren eigenlijk de twee redenen waarom ik ja heb gezegd. Oké. Okay. Ja. En toen hij terugkwam met ik ga het doen, dat gaf toch wel een trots gevoel of een opluchting? Ja, tuurlijk een trots gevoel. Dus ja, logisch als je allebei de kinderen in de zaak kunt hebben. Ja. Dat is natuurlijk een van de dromen die je altijd hebt. En nogmaals, ze moeten zelf weten, of hebben altijd zelf mogen weten wat ze deden. Daar gaat het niet om. Ze zijn nooit gepusht. Is, nooit gedwongen. Nee, maar het is altijd, dat is de trots van ons. Ja. Want het is ook, de aandelen zijn overgedragen. Het is ook echt ten einde, het afstand nemen, lukt dat? Of is ja, dat het is, we hebben dus eind 2019 de aandelen overgedragen. Het vorig jaar overgedragen hebben ze gekocht, vorig jaar hebben ze de gebouwen gekocht. En in het begin heb ik het tenminste, denk jij ook, weet ik niet, maar weet ik wel. Nee, ik heb het heel moeilijk gehad. Jij hebt het heel moeilijk gehad. Ja, om afstand te nemen. Dat is natuurlijk, maar je moet, want je kunt dan ook niet meer voor de voeten gaan lopen. Nee. En we hebben 7 jaar of 8 jaar of 9 jaar samen gewerkt. En met mijn dochter 15 jaar, dus ze kunnen het. Dus genoeg vertrouwen erin dat het de komende jaren... Ja, goed gaat. Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook, dat geeft ook het gevoel dat we het op de juiste tijd overgedaan hebben en dat we aan de juiste persoon hebben overgedaan. Dus dat is ook tussen mijn dochter en mijn zoon, dat gaat goed, de verstandhouding, dat is ook belangrijk. Ja. Gustav is als algemeen directeur is daar. En Denise heeft, is ook op de zaak en heeft kinderen en heeft een beetje een vrije rol in het geheel. Ja, dat gaat perfect. We zijn er ook, ik zeg het juiste moment. Juist. Ja, dan heb je ook rust. Geniet ervan en dank voor het gesprek. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Mooi om een inkijkje te krijgen in de 40-jarige geschiedenis van Gele Zonwering. In de tweede aflevering neemt Gaston ons mee langs diverse projecten, zowel zakelijk als privé in het Limburgse land.